Ik heb een hele tijd Tinder gebruikt, maar de laatste keer dat ik daar met een vrouw een match had, toen hebben we nummers uitgewisseld en zij wilde heel spontaan met me afspreken, maar die dag had ik al volgepland. Ik zeg, ja, luister, sorry, ik ben nu niet thuis, ik kan nu niet. Ze wilde een stuk met me gaan lopen in Horen. Ik zeg, ja, sorry, wordt hem niet. Ik kon amper een normaal stuk lopen zonder dat ik echt, nou ja, ongemakken ervaart, zeg maar. En toen werd ze boos. Mijn laatste date. Afgelopen maandag. Was maandag, toch? Dat was. Was geen succes. Ik ga niet zeggen met wie. Want dat doe ik niet. Maar, nou ja, kijk. Ik ga ook niet te veel zeggen. Maar het kwam erop neer dat we 20 minuten lang op elk één eind van de bank hebben gezeten. Terwijl we naar National Geographic keken. En op het einde kreeg ik een knuffel. En toen ik thuis was, een appje met dat ik stonk. Terwijl ik letterlijk in de auto deo op had gedaan. En, oh ja, mijn kledingstijl was niet oké. Okay. Ik droeg dit t-shirt en een spijkerbroek en gewoon normale schoenen. En mijn omvang. Nou ja, goed, oké, okay, mijn omvang snap ik. Daar ben ik zelf aan het werken en dat vind ik zelf ook heel kut. Wat vind ik het lekkerste van de Chinees? Ja, meestal die chick van een jaar of 25 achter de balie. Hou je meer van tieten of kont? Ik vind persoonlijk kont fijner. Want je kan er ongegeneerd naar kijken, je wordt toch niet gepakt. Als je de tieten loert, krijg je meteen van de chick zo. Oh, Jan, kijk je je naar noemt mijn mij een tieten. viesbeuk in de mond. Lekker. Het is al 4:10, dus ik ga nu lekker nog even tinderen, TikTokken en dan mijn bed in. Later.